De regional director voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Jane Goh, heeft afgelopen vrijdag een bezoek gebracht aan Suriname, waarbij ze gesproken heeft met de ministers Amara Madin van Volksgezondheid en Rishma Kuldip Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken over mogelijke samenwerkingen. Goh is bereid ondersteuning te bieden aan Volksgezondheid voor het inlopen van de achterstanden in het routinevaccinatieprogramma, met name kindervaccins, gezondheidseducatie en gezondheidsbevordering. De COVID-19-projecten met als aandachtsgebied kinderen en jongvolwassenen en het stimuleren van borstvoeding. Met minister Kuldip Singh van Arbeid is er gesproken over de kansen voor de jeugd, onderwijs en geestelijke en mentale gezondheid van kinderen. Goh vindt het belangrijk dat jongeren zich bewust zijn van hun mentale gezondheid. Zij zegt dat er in de regio voldoende mogelijkheden zijn om jongeren te stimuleren om te ondernemen. Middels het verzorgen van vaktrainingen kunnen zij gestimuleerd worden om hun plaats in te nemen op de arbeidsmarkt. Minister Kuldip Singh heeft benadrukt dat het belangrijk is dat kinderen reeds op de basisschool voorlichting krijgen betreffende ondernemen, mentale gezondheid en kinderarbeid. Kinderen moeten te allen tijden worden beschermd tegen kinderarbeid.